Ze wil het heetste paper. Oh my god. Ligt daarachter. En Maisha heeft nu ook nog één chipje waar dus de heetste paper ter wereld op zit. En ja, die gaat ze even proberen. Welkom bij weer een nieuwe vlog. Ik hoop dat jij zin hebt in het avontuur van vandaag. Ik wel, want dat gaat super dope worden. Ik heb een lekker broodje op mijn schootje. En dat wordt helemaal super lekker. Wij gaan nu snel door naar het Mediapark, want ik heb daar een afspraak met NOS, zoals ik gisteren had verteld, voor een soort van spelshow, quizachtig iets. Ik ben super benieuwd. En ik ben sowieso ook wel weer benieuwd om op het Mediapark te zijn, want ik ben al een tijd weer niet geweest. Het is altijd leuk om daar rond te lopen. Dus nu even snel doorrijden naar het Mediapark. We zijn op het Mediapark en nu is het alleen nog een kwestie van de paperbus vinden. Weet je wat het is? Nee, ik heb geen idee wat het is. En mijn stem is ook gewoon helemaal weg en ik weet mijn god niet waarom. Maar we zijn net langs het gebouw van de NOS gelopen, die is daar. En ik denk dat we een beetje deze kant op moeten, want het zou in de buurt zijn van de 3FM-studio's. Oh, daar zie ik een bus van 3FM. Ah, kijk eens aan. Oh ja, inderdaad, daarachter. Dus ik heb het gevoel dat we in de buurt komen. We gaan het zien, mensen. Wauw, jongens, we zijn aangekomen in de studio en hier zijn de heren van Mashup! Oh my god, en het publiek gaat uit zijn dak, toch? Ja! Echt, wat een leuke studio. Oh, kijk nou. Vette studio hebben jullie, guys. Oh, die moet ik ook thuis gaan scoren. Prachtig, zeg. Dat is dan 2000 euro per uur. Ja? Hebben jullie hem zelf opgezet of heeft iemand anders gedaan? Met hulp, hè, met hulp. Ja, echt? Meen je dat serieus? Zeker. Wat tof, zeg. Eentje zit erin, alles. Lachen. Lijkbaar printje. Ja. Je mag straks iets uitkiezen om mee naar huis te nemen. Oh, top. Nou, ik ga voor deze. Ja. Super lachen, jongens. Met de bazen van de NPO. Maar we gaan dus vandaag een soort van quiz doen, toch? Ja, dus ik ga je natuurlijk niet alles vertellen, vriend. Want dat is niet leuk meer. Dan nee, precies. Dan weten we de vragen. Maar we gaan wel testen hoe goed jij het nieuws volgt. Oké. Okay. Want jullie volgen het zelf echt regelmatig, neem ik aan, dan? Of, Tuurlijk. Ja? Werken er. Ja, precies. Ja. En wat is nou echt het leukste nieuws dat jullie zijn tegengekomen afgelopen week? Ooit. Ooit. Ja, ja, precies. Laten we gewoon ooit pakken. Nu ben ik benieuwd ik ook. Ik vind een vrouw die er autosleutels in de... Hoe heet het? In de afvalbak. In de afvalbak was verloren en er toen zelf inkroop en erin vastbleef. Ja, heel erg leuk. Hebben ze daar ook een video bij, of niet? Een foto. Ja, daar zijn we op. Echt? Is wel wat beeld. Oh god. Uitzending. En een jongetje dat zijn zwembad toen niet afkreeg. Heb je die ooit gezien? Dat is ook een hele leuke foto. Tot op de dag van vandaag. Daar heeft hij hem nog zitten. Zo'n jongetje die er zo in zat. Met de zwembadrol. Echt? Ja. En voor jou dan, Roel? Want, Ja, god jezus, ik weet niet. Top dit maar even. Ja, ik kan hier niet echt overheen. Nee, ik vind al het nieuws leuk. Oké. Okay. Het is flauw, maar het is wel waar. Alright. Nou guys, ik heb super veel zin in de opnames. We gaan nu lekker beginnen. Tenminste, dat denk ik. Moeten we nog iets doen? Moet ik nog iets doen? Gaan we chillen nog eerst? We gaan eerst nog even chillen. En cola drinken, toch? We gaan zo wel beginnen. Alright, let's do it. We zijn net klaar met de opnames, hebben echt een enorme bende ervan gemaakt. We hebben van alles gedaan, ik ga niet alles spoilen, maar hier zit champagne in. Ze wil het heetste paper, oh my god, ligt daarachter. En Maisha heeft nu ook nog één chipje waar dus de heetste paper ter wereld op zit. En ja, die gaat ze even proberen. Wij hadden, ik heb het net gedaan, maar... Nee, ik ga het niet nog een keer doen. Ik kon voorstellen. Ja, de chef. Die heeft het allemaal gemaakt. Dankjewel voor het maken. Leonie, inderdaad. En nou, Maisha gaat het even proberen. Heb je het in je oog? Dat moet je echt nu gaan. Heb je het in je oog? Je moet het niet in je oog doen, in je mond. Het is goed dat je het even zegt. Ja, precies. Oké, doei. Het is echt heel heet. Oh, dit wordt wat. Je kan het. Echt een halve maar. Ik durf het echt niet. Hij is heel heet. Oeh, maar ik vond het mijn keel. Oh, maar hij brandt ook je neus open. Dat is het lekkere. Oh, mijn tong brandt. Oh. Maar zijn er mensen die het eten omdat ze het lekker vinden? Ik weet het niet. Volgens mij Leontien, die kookt ermee thuis, toch? Nee, dat was echt niet. Nee, volgens mij wordt het wel echt gebruikt in sommige keukens. Ja? Bizar genoeg. Ja. Oh. Ja, is echt wel... Oh, maar ik ben echt super trots op jou. High five voordat je het gedaan hebt. Oh, nou wij gaan nog even naar buiten, want we moeten nog wat opnemen. Maar je kan natuurlijk alles terugkijken van wat we hier gedaan hebben in de beschrijving. Ja. Daar staat een linkje. youtube.com/mashup. En laat even wat liefde achter in de comments, jongens. Ja, love. Oh, kijk nou, hij heeft liefde nodig. Het is onze raket. En Wouter, die gaat hem afvuren. Kijk, we staan er ook
op. Hartstikke leuk. We gaan naar Mars. Nice. Oké, lekker. Komt ie, jongens. Net klaar met de opnames. Dat was echt super leuk. En terwijl we terugrijden, zei ik nog tegen Maïsa dat ik deze weg altijd zo super leuk vind. Want het is gewoon alleen maar groen en je hebt een dak van groen boven de weg. Ik vind het altijd zo chill om in te rijden. Ik weet niet waarom. Maar ja, de opnames waren dus super goed gegaan, hoop ik. Ze hebben, als het goed is, staat hier dus al online, wat ik al zei in de beschrijving. Want ze gaan het nu allemaal editen. Echte bikkels zijn het, want we komen uit best wel lange opnames. En ze gaan nog even allemaal fixen. Nou, wij gaan ondertussen ook lekker naar huis voordat de file er allemaal is. En nog even genieten van het mooie landschap. En ik denk dat we voor jou misschien nog wat op de post moeten doen, of niet? Ja, met bestellingen. Voor de webshop. Ja. En dan gaan we kijken wat voor leuks we nog gaan doen, want het is echt een super mooie dag. We zijn net thuis en ik heb echt honger als een malle, want die hete peper was wel echt heel heet. We hadden allebei niet heel veel gegeten, omdat we natuurlijk die afspraak hadden. Dus we moesten wat eerder weg dan dat we hadden gepland. Dus we hadden even snel onderweg een broodje gegeten, zoals ik je liet zien. Maar dat was het. En we hebben de hele dag, ja, zijn we actief geweest, hebben we energiek gedaan, wat natuurlijk heel veel energie kost. Alleen allemaal op zo'n lege maag. Dus Maïsa is even lekker bezig met een kippetje te maken. We hebben hier het welbekende heerlijke kipdijfilet. En daar gaan we deze keer wat noedels bij doen. Nou, dat hebben we nog nooit echt gegeten, dus we weten ook niet precies hoe we het gaan maken. We hebben wel wat lekkere teriyaki saus. Alleen we weten niet hoeveel erin moet, want ze zeiden dat de halve fles was voor 2 personen. Beetje veel. Dat is echt heel veel. Ja, maar misschien smaakt het niet zo sterk. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Nee, dat is waar. Maar ja, we gaan het even lekker klaarmaken en eten. Want ik voel jij die peper nog, of niet? Ja. Hij is echt, het is een beetje alsof je maagzuur hebt. Ja, was echt niet fijn. Nee. Maar hij was ook echt heel heet. Hij was echt heel heet. Nu is even tijd om iets lekkers te eten. Wat een beetje wat milder is. Maïsa en ik zijn net druk bezig geweest met de webshop. Begint al een beetje vorm te krijgen. We zijn echt heel goed op weg. We hebben gewoon echt 3 uur lang naast elkaar gezeten, laptopje erbij. En mag je het programmeren noemen? Niet. Randje van. HTML. Dus dat is brave, dus dat brave codering. Precies, een beetje de website maken. We hebben bijna alle foto's ingezet. We hebben het hele verzendsysteem nu goed werkend. En ik denk dat we nog een paar puntjes op de i moeten doen. Maar dat het deze dagen wel af kan denk raken. Ik denk dat het sneller is dan je denkt. Ja? Yeah. Het is nu af, of niet? Nee. Oh. Bijna. Ik dacht, je hebt even de website afgemaakt terwijl ik aan het editen was. Bijna, maar eigenlijk is de website klaar. De website is klaar, alleen er moet nog ingevuld worden. Yeah. Er staat nog niet heel veel in. Nee. Er staan nu 5 items in. Nou, dat vind ik wel heel wat. Ja, dat vind ik ook wel. Dus jongens, als je die 5 items willen scoren. Nee, we gaan gewoon binnenkort, komt dus de website online. We zijn er heel druk mee bezig. En waar ik ons toch samen wel echt een beetje, nou mag bijna niet, maar props voor wil geven, is dat we het wel allemaal zelf doen. We doen de website maken zelf, we gaan ook alles zelf versturen, zodat we weten dat we leuke dingetjes kunnen toevoegen. Misschien een kaartje, of dat we leuke dingetjes erbij kunnen doen, zoals dat de eerste bestelling en de handtekening gaan krijgen, of dat soort dingen. Ik denk dat we echt hele leuke dingen kunnen gaan doen. En ik heb gelezen op Instagram, want ik had een paar foto's gestuurd, dat jullie er ook super veel zin in hebben, dus dat moet wel goed komen. Maar na dat harde werken gaan we even lekker afkoelen. We gaan naar buiten. En gaan nog even een avondrondje lopen. Het is wel laat. Het is 14:15 s'nachts. Maar dat maakt niet uit. Want het is nooit te laat voor een avondrondje. Ik was helemaal vergeten om te vertellen dat vanavond bij ons thuis een primeur was. Een debuut. En Maïsa weet waarschijnlijk wel waar ik het over heb. Nee. Niet? Nee. Wat is nou het debuut bij ons vanavond? Wat is voor het eerst bij ons thuis gebeurd vanavond? Ik weet het echt niet. Denk aan het feit dat je een jas aan hebt. Ik weet het Waarom heb niet. Je een jas aan? Omdat we buiten aan wandelen zijn. Ja. En het is niet warm, maar koud. Ja. En wat hebben wij voor het eerst gedaan in ons huisje? Oh, de verwarming
De verwarming aangezet. Jeetje. Totaal niet ver gezocht hoor. Maar het was zo koud dat we voor het eerst sinds het nieuwe huisje de verwarming hebben aangezet. En dat is geen goed teken. Nee, dat betekent... Nou ja, aan de ene kant wel. Dat is wel, ja. De kerst komt dichterbij. De kerstboom. Kerstboom hype, jongens. Ja. Maar Isha is volgens mij wel heel excited, of niet? Ja. Voor de kerstboom. Zeker weten. Maar het is ook wel een hele leuke tijd. En ik hoop ook dat we dan natuurlijk gewoon nog aan het dagelijks vloggen zijn. Want ik hoop het. Het is gewoon... Het is altijd een avontuur. En met de dingen die je gaat doen. Met de mensen met wie je natuurlijk samen bent en zo. Maar ik vind wel dat een beetje op onze tijd vooruit lopen. Met kerst, nu al. Het is... Nee, kerst mag altijd. Kerst mag altijd? Ja. Ik weet al waar jij over gaat dromen vanavond. Zeker. Over de kerstboom. Nou, wij gaan ook de vlog afsluiten. Ik hoop dat jij het een leuke vlog vond vandaag. Vond je nou leuk? Knal even dat kerstduimpje omhoog. Vergeet ook zeker niet te abonneren als jij ons wilt supporten. En ja, deel de vlog met anderen als je het leuk vindt. Wij zouden het super erg waarderen. We proberen zoveel mogelijk mensen te bereiken met leuke dingen. En hopelijk lukt dat door middel van deze vlogs. Ik zie jullie heel graag morgen weer bij een nieuwe vlog. Tot morgen mensen. Doei doei. Ciao.